Ik mocht The Legend of Zelda Tears of the Kingdom nu al spelen. En dit is hem. Wel met een speciale mod dat Link opeens een krokodil is. Ja, ziet er vet uit toch? Nee, natuurlijk niet jongens. Kijk even naar de datum. Maar dit is best wel een geinig spelletje. Want deze krokodil denkt wel degelijk dat hij Link is. Ik vind wel even dat je je duimpje omhoog moet doen als je in deze grap getrapt bent. Veel plezier met de video. Ik ben een artikel aan het lezen voor dat Legend of Hero spelletje. Ze bedoelen Zelda, hè? Puzzles, monsters, dat soort dingen. Broertje zegt, ja, ik wil niet meer lezen. Ik wil die legendarische held zijn. Ik wil Link zijn. Maar we willen geen single player Legend of Heldenspel. We willen samen spelen. Hoe moeilijk kan het zijn om een legendarische held te zijn? Je hebt gewoon een zwaard en een schild nodig. Ja, en dan liefst een zwaard en een schild dat niet breekt. En we hebben een hoed nodig. Natuurlijk hebben we een hoed nodig. We moeten gekleed zijn in groen. Maar ik ben al groen. Oh jee, we kunnen een groene held zijn. Wij kunnen Link zijn. Ja hoor. Wat gebeurt er? Heb je een hoed gemaakt? Oh, en een schild en een zwaard. Nou, we zijn nu gewoon al Link van Zelda, joh. Zo cool. Maar nu moeten we een naam kiezen. Nou, aangezien we toch bezig zijn. Ik heet gewoon Link. Hoppakee. Ik ben Link, de held van de legende. Nu hebben we een quest nodig, maar wat gaan we doen? 100 biljoen jaar geleden was er eens een dappere held die op een quest iets leuks ging doen met de hulp van de grote zus. Hebben ze een heel fantasiespel gemaakt met regels en dat soort dingen. Ze hebben ook een pact gemaakt. Werk is niet toegestaan. Maar op een dag, toen moest de zusje naar school en moest het broertje alleen spelen. En het zag eruit dat de held nooit meer met zijn grote zus zou spelen. Tot één dag toen zijn grote zus terugkwam voor de vakantie. En nu kunnen ze weer samen spelen zoals vroeger. Klinkt echt als een topverhaal. Oh, maar is dit papa? Is dit papa krokodil? Oh nee, dit is grote zus. Zo, die is wel in één keer kapot groot geworden. Een zus moet aan schoolwerk werken en die wil niet meer spelen met Link. En nou ja, dit is niet oké. Hé, maar misschien wil de hond wel spelen. Oh, waar gaat iedereen naartoe? Oh, kijk, er zijn zelfs van die potjes van Zelda. Oh, kijk, dit zijn mijn matties. Jill de hond, Avery de kikker en Martin, wat is het? Een paard of zo? Dit zijn de monsters. Er is geen verhaal, er is geen drama. Wat moeten we nou eigenlijk doen? We moeten op een epische quest. Anyway, mijn vrienden willen me wel helpen. Onze quest is om de hoed van de held te gaan zoeken. Of dat is dat Avery's quest? Oh ja, ja. En Martin's quest is iets met het schild. En Jill moet iets met het zwaard doen. En dan moet ik aan mijn zus laten zien hoe leuk het is wat we aan het doen zijn. Zodat mijn zus ook weer mee gaat spelen. Oké, doei. Doei zusje. Ik ga met mijn vrienden spelen. Oké, we gaan op zoek naar mijn matties. Hallo. Oh nee, gevaarlijke beesten. We moeten ze kapot maken, maar ik heb geen wapen meer. We moeten naar het bos om het zwaard te vinden in een grot. Oké. Ik ben onderweg. Let's go. We gaan een zwaard vinden. Oh, kunnen we in een boom klimmen? Klim in de boom. Nee, we kunnen niet in de boom klimmen. Pas op voor de vijanden. Pas op voor de vijanden. Oh, waar is die grot? Waar is die grot en waar is mijn zwaard? Hallo, ik ben op zoek naar een grot. The Legend of Linky, grot van het wild. Oh, hallo, wie ben jij? Ik ken jou niet. Deze guy heeft een winkel of zo? We moeten een bracelet van power vinden. Oh, moeten we die kopen? Ik wil hem kopen, maar ik heb geen geld. Oké, we moeten knipsels moeten we vinden. Oh man, waar moet ik nou naartoe? Oké, misschien is hier iets. Yo. Oh, Link, dit is het schild. Waar is het schild? Wat? We moeten iets pakken voor hem. Daar is het schild. Maar misschien kunnen we dit ook doen. Hier naar boven. Oh my god, zo snel ben ik toch niet. Zo snel ben ik wel. Zo snel ben ik. Dit kan ik. Link, je bent toch een superheld? Oké, we gaan afsnijden. We gaan zo. Gaan we hier springen? Oh, nu zijn we kapot snel. Nu zijn we kapot snel. Nog niet snel genoeg. Oké, ik laat me gewoon vallen. Dat scheelt tijd. Oh, nee, dat werkt ook niet. Oké. Zo. Come on. Tempo. Ik denk dat ik op een of andere manier dit sneller moet kunnen. Later in de game of zo. Anyway, het schild ligt hier. Nee, dat was helemaal geen schild. Het was een pot. Hallo, ik heb je pot gevonden. Oh, we krijgen een potdeksel en dat is het schild. Ik zei het toch? Lekker, man. Oh, kunnen we naar beneden sliden hierop? Oh, we moeten even een appie sturen naar mijn zus. Ik heb iets leuks gevonden, zus. Ik ben freaking stoer. Het is veranderd in een schild. Oh, kijk. Ja, we kunnen zo naar beneden gelijk. Wacht nou. Het is niet alleen een schild om kartonnen vijanden mee te verslaan. Maar het is gewoon een superschild waarmee je me zo... Oh, snap!
63 craft stuff gevonden. En nog bonus craft stuff. Oh ja, oh, kunnen we zo die vijanden verslaan? En dan krijgen we craft stuff. En dan kan ik die bracelet kopen. Wat een episch spel, jongens. Hoppa, ja, ja, ja. We hebben helemaal geen zwaard nodig, jongen. Hoppa. Hatseflats, onzie komt. Wel lekker. Oké, okay, 12, 14, 16. Ja, daarbij. Ja, lekker. Oh, oh, wacht. Moet hij hier weer naar beneden? Ja, moet ik even er goed voor staan? Zo. Bam. En nu kan ik die magische armband weer gaan halen. Waar was die kerel ook alweer? Kan ik hier op? Ja, top. Kan ik hier op? Nee. Kan ik via de boom erop? Nee. Kan ik deze pot kapot maken? Ja. Oh, snap. Oh, snap. Oh, ja, dit is wel een super gator, hoor. Mo, hallo. Ben ik weer? Geef me die gekke bracelet van je dan. Dankjewel. Oh, nu kan ik... Ja, kijk, nu kan ik op muren klimmen. Maar heb je nou nog meer? Oh, hij is verdwenen. Nee, helaas. Kijk, 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 kijk. En wat doe jij hier? Deze guy heeft 4 van die bracelets gekocht. Oh, we moeten nu omhoog klimmen. Waar hij ook is. Omdat hij doet stoer tegen mij. Hij zegt, ja, ik kan veel hoger klimmen dan jij. Ik ben super stoer. Jij bent echt een noob. Dat is goed, jongen. Dat is goed. En nu? Hier naartoe? Wat een idee. Je bent zelf een noob, vriend. Zo, spring gewoon hierop, hè. Doe ik gewoon. Spring gewoon hier ook op. Doe ik ook gewoon. En dan spring ik gewoon hierop. Waar ben je dan? Ik dacht dat die kerel gewoon hier zou zijn. Blijkbaar niet. Maar ik ben vooral heel erg op zoek naar mijn zwaard. Oh, hallo. Hallo, Avery. Hallo, kinkertje. Hij heeft een restaurant gemaakt. Een prachtig restaurant. Oh, oké. Okay. Doei. Het restaurant is weer weg. We moeten een hoed maken van Avery. Dat kan nu blijkbaar. Oké, okay, hotsakidee. Die hebben we gewoon gemaakt. Ja, kijk maar. Hoppakee. The Legend of Linky. Hoed op zijn hoofd. Nou, prachtig. Kijk eens mijn hoed. Mooi, hè? Wat? Is dit een glider? Oh, we krijgen een glider. Een shirt. Zus, ik heb een hoed en een glider. En ik ben super stoer. Kijk, oké. Okay. Ja, nice. Dit is echt geen Zelda, maar wel heus. Oh, hallo. Oh, jij is hier. Die guy was daar. Die beaver dude. Beaver dude. Zie je? Ik kan gewoon hier naartoe komen, jongen. Allow me to... Oké, doei. Ja, dat zag er soepel uit, maat. Zag er soepel uit. Ja, gaat goed. Bedank je wel voor deze demonstratie. Ja, ziet er top uit. Ik heb een beer gekregen. Channel the power of the ragdoll. Ja, want dan kunnen we van heuvels afvallen of zo. Oké, maar goed. We moesten dus naar het bos. En dit ziet eruit als een bos. En hier ergens zou dan een schild moeten liggen. Of het zwaardje bedoelen. Oh, daar! Kijk, kijk. Episch zwaardje. Een heel episch zwaardje. Wow, what the babble? Hoppa, alle vijanden verslagen. Oh, we moeten iemand helpen. Oh nee, mijn Mattie. Mijn Mattie wordt omgeven door monsters. Jill, ik heb je geholpen. We hebben alle quests gehaald. Hey zus, ik heb ook een supercool zwaard. Kijk hoe stoer ik ben. Oké, we hebben nu alles gedaan om indruk te maken op mijn zus. Dus nu moeten we ervoor gaan zorgen dat zij weer met mij gaat spelen. Zus... Ik heb een zwaard, een schild en een hoed. Hoppakee, brandnetels weg. Hier zijn nog veel meer vijanden. Met mijn skeletten, alles kan kapot. Hoppakee. Ik ben de grootste held van alle helden. Hallo? Oh, dit zijn beelden van ons van vroeger. Dit zijn mijn zus en ik. Toen wij nog wel samen speelden. Ja, waar was mijn zus ook alweer? Ik ben verdwaald. Ik ben een verdwaalde kleine Link Gator. Was het daar? Is het aan de overkant? Oh, nee, dat is de verkeerde kant op. Nee, daar moeten we nog niet naartoe. Oké, is goed. Ik glijd wel gewoon eventjes. Weer terug. Zus, waar zijt gij? Hoppakee. Jij bent niet mijn zus. Wie ben jij? Frenny. Frenny zoekt iets. Frenny is zijn stok kwijt. Ik heb de stok gepakt. Oh! Nu krijg je gewoon een zwaard. Wat sick. Ja. Nu hebben we gewoon... Oh my god. Kijk dit basiszwaard, jongen. Nu kan ik iedereen kapot maken. Wow. En het is super leuk om al die vijanden te slopen. Even serieus. Waar is nou mijn zus gebleven? Zus, waar ben je? Moet ik nou zonder jou deze boom kapot maken? Bam. Oh, daar is wel een kist.
Ik wil die kist. Oh, dat is gewoon mega confetti. Oh, mijn zus is gewoon hier. Wil je wat minder boos kijken? Vroeger was je leuk. Nu ben je saai geworden. Zus, wat denk je ervan? Zus wil eerst weer de huiswerk afmaken. Oké, ze is klaar. Ze is klaar. Oh, ben je klaar? Oh, nee, ze is nog helemaal niet klaar, zegt ze. Maar ik heb wel een minuutje tijd, zegt ze. Nou. Kijk dan, ik ben de grote held. Ik heb alles weer gevonden. Net als vroeger. Maar mijn zus zegt, ik denk dat het leuk is dat jij speelt met je vrienden, maar ik moet me echt focussen op dit project. En ik vraag aan haar de hele goede vraag. Maar ik heb allemaal dingen gedaan en waarom ben je hier gekomen als je toch geen tijd met mij wilt doorbrengen? Vind ik een goede vraag. Want we hebben vroeger afgesproken dat we altijd zouden spelen en werk, dat was niet toegestaan. Nou, zeg het eens. Ja? Hè? Zus? Ja? Dat was niet wat ik verwachtte. Ze zegt, ik ga wel weg. Nee, nu is ze er vandoor. Ze is gewoon weggegaan. Dat was niet de bedoeling. Maar alles is daar nu aan de overkant. En als we daar naartoe gaan, dan zal ze geen nee kunnen zeggen. Paard lijkt ook onder de indruk. Die zegt ook, ja, ik weet niet, dude. Dat hele eiland, daar hebben wij... daar gaan wij niet mee aan meewerken. Jill is moe. En Avery die zegt, moet jij ook niet naar school? Wauw. Word ik nou gewoon door iedereen in de steek gelaten? Door mijn zus? En door mijn matties. Yo, kinkertje, jij zelfs gaat er vandoor. Dit was het einde. Of toch niet? Want we krijgen een sms'je van Tom. En Tom zegt, what's good? Kom je nog? Of? En ik vraag me alleen maar, ja, waar naartoe? Tom zegt, naar dat eiland. Hij is aan het zwaaien. Wait, what? Tom werkt aan de grote eiland games. Daaronder die lichtmast. Oké, Tom, jij klinkt als een coole dude. Willen jullie zien wat Tom van plan is? Of moeten we gewoon andere video's gaan maken tot de echte Zelda uitkomt strakjes op 12 mei? Laat het weten in de comments. Drop even een likey, want aan de likeys kan ik zien of jullie het leuk vinden. En abonneer als je van Nintendo houdt, want dan moet je op dit kanaal zijn. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel! Sorry voor deze 1 april grap.